Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe gadget video. Het is een beetje een andere gadget dan anders. Het is een gadget zonder chip, een gadget zonder stekker. Het is een ouderwets bordspel. Maar het is zeker geen oud bordspel. Het is deze, Code Monkey Island. En hij is relatief nieuw, hij is net uit. Het is een Kickstarter project. En het is een bordspel, prachtig vormgegeven. Met mooie iconen, vrolijke pasteltinten. Het is voor kinderen vanaf 8 jaar. Je kan het met 2 tot 4 personen spelen. En je bent er ongeveer 3 kwartier mee bezig. Ik heb het al een klein beetje neergezet. En het spel lijkt heel erg. Je kan een beetje denken aan Mens erg je niet. Je ziet op het bordspel zie je 4 gekleurde cirkels. Geel, blauw, groen, rood. Ik heb daar de apen al ingezet. En die apen die willen zo snel mogelijk naar het bananeneiland in het midden. En dat doen ze door op de starttegel te gaan staan. Stel je voor dat je dit met 4 mensen gaat spelen. Ze beginnen allemaal op een eigen tegel. En dan kan je niet dobbelen, maar je gaat spelen door middel van kaarten leggen. En die kaarten die liggen nu nog even hier. Je hebt 3 soorten kaarten. Dit zijn de groene, dat zijn de gidskaarten. Die horen hier. Je hebt deze kaarten, dat zijn de fruitkaarten. En die horen hier. En je hebt de boostkaarten, de blauwe kaarten. En die horen hier op het bord. En als je het spel begint te spelen, dan begint elke speler met 3 gidskaarten in de hand. En die mag dan elke keer, als het zijn of haar beurt is, een van die kaarten kiezen, spelen. Doen wat er op die kaart staat. Dat uitvoeren dus op het bord. En dan een nieuwe kaart van de pot pakken. En zo speel je. De apen die lopen tegen de klok in rond het bord. En als ze hier bij de pijl komen van hun eigen kleur, dan mogen ze daar het bananeneiland op. En dan heb je dus eentje binnen. Als apen op elkaars plek komen, dan knikken ze elkaar van het bord. Gaan ze weer terug naar de startcirkel. Dus het lijkt heel erg op Mens erg je niet. Maar dit is wel een spel, het is niet zomaar dat ik dit natuurlijk uitkies, dat probeert allerlei programmeerconcepten uit te leggen en te gebruiken. De programmeermechanismen worden gebruikt om het spel te kunnen spelen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de kaarten die je kan spelen. Ik pak hier even een kaart, er staat op. Als tenminste 1 van jouw apen in het drijfzand zit, dan mag je 10 vakjes vooruit. Als dat niet zo is, 7 vakjes. Als meer dan 1 van jouw apen nog steeds in de startcirkel is, dan mag je 12 vakjes vooruit. Anders 6 vakjes vooruit. Als geen van jouw apen op het bananeneiland is, dan mag je 12 vakjes vooruit. Anders 5. En deze is ook nog wel leuk. Als een willekeurige aap op een liaanvakje staat en een andere aap zit in een boom, dan mag je tussen de 3 en de 12 vakjes vooruit bewegen. En dan mag je dus zelf kiezen hoeveel je wil vooruit bewegen. En dat kan je strategisch doen, want af en toe kom je langs die paarse vakjes en dat zijn de fruitkaarten. En als je pech hebt, dan pak je rot fruit en dan moet je dus naar achteren. En als je geluk hebt, dan pak je vers fruit en dan mag je weer naar voren. Dat naar achteren gaan is trouwens niet per se slecht. Want als jouw aap naar achteren wordt gezet en hij gaat daardoor voorbij aan dit punt voor jouw startcirkel, dan hoeft hij niet meer helemaal rond. Maar dan mag hij meteen hier het bananeneiland in. Dus dat scheelt. En tot slot zijn er nog de blauwe boostkaarten. En dat zijn 4 plekken hier op het bord. Als je daar op komt met je aap, hier deze gele aap die komt hier op, die mag een boostkaart pakken. Een boost van 8. Maar die mag hij niet zelf gebruiken. Die legt hij neer voor de volgende aap, die, deze rode bijvoorbeeld, op dat vakje komt. Die krijgt de boost. En dan gaat de boost weer terug hier onder de stapel. Het is een redelijk eenvoudig spel. Het enige nadeel, het is in het Engels. En dat is toch wel heel erg jammer. Zeker als je het al in groep 5 of 6 zou willen spelen. Aan de andere kant, de meeste kaarten, die zijn wel heel erg eenvoudig te begrijpen. Door de kleuren, door de duidelijke plaatjes. Het gaat eigenlijk alleen om die gidskaarten die soms een beetje ingewikkeld kunnen zijn. Maar ja, dat is eigenlijk tegelijkertijd ook wel weer een hele mooie gelegenheid om dit soort dingen, vreemde talenonderwijs, om die gewoon aan te pakken en dat uit te leggen. Dus ik zou zeggen, probeer het eens uit in een groep 5 of in een groep 6.
Zeker voor oudere kinderen zou het hartstikke fantastisch zijn om dit te kunnen spelen. En misschien nog wel een hele mooie aanvulling die erbij komt. Het boekje is natuurlijk, staan daar de spelregels in die ik net een beetje heb verteld. Maar het grootste deel van het boekje is een verzameling van unplugged activiteiten. Waarin allerlei programmeerconcepten terugkomen. Zoals wat zijn variabelen? Hoe schrijf je variabelen? Hoe werkt dat nou? Wat is een programma? Even kijken hoor. True or false. Hè? Dus met statements. Is het waar of niet waar? En als iets waar is, wat dan? Dus if, then. Als, dan. Dat komt ook net komt terug. Logische operatoren zoals and, or of not. Die komen erin terug. En tot slot loops. Loops komen er ook nog in terug. En dat is opgedeeld in allerlei korte hoofdstukjes met kleine activiteiten. En het aardige is dat ze al die concepten uitleggen. Onder andere aan de hand van deze speelkaarten. Dus dit zijn ook de concepten die terugkomen in dit bordspel. En dat is wel heel erg gaaf gedaan. Want dan kan je dus en het spel spelen. En de meeste kinderen snappen dat omdat het een spelvorm is. Maar dan kan je naar een groter abstractieniveau door zo'n unplugged activiteit. En dan kan je misschien weer de transfer maken naar een andere context. En dat staat ook in het boekje. Er staan een paar websites. Bijvoorbeeld van Codit en Scratch staat erin. Dus dat is dan misschien wel een logische stap. Om als je hier concepten hebt uitgeprobeerd en hebt gedaan. Om dan eens te kijken hoe werkt dat nou in een digitale programmeeromgeving. Nou, tot zover deze gadget video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben enthousiast over het spel. En wie weet, tot de volgende keer.